Denemarken werd door de Duitsers veroverd op 9 april 1940. Dat duurde slechts 6 uur. Als gevolg hiervan had Denemarken een milde bezetting. Tijdens deze milde Duitse bezetting waren er Deense vrijwilligers die zelfs bereid waren om voor de Duitsers te vechten in de Waffen-SS. In deze video leer jij meer over Denen die vochten voor Hitler. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Denemarken een stukje van Schleswig terug. En ik zeg terug, want in 1864 was er een oorlog tussen Pruisen, later Duitsland, en Denemarken. Pruisen won en Denemarken moest Schleswig-Holstein afstaan aan de Duitsers. Flash forward naar de jaren 30. Adolf Hitler kreeg de macht in Duitsland en de spanningen in Europa waren alom aanwezig. Zou er oorlog uitbreken? Adolf Hitler bood Denemarken een non-agressiepact aan. Dat wil zeggen dat Hitler beloofde om Denemarken niet aan te vallen en de Deense overheid ging hiermee akkoord. Hitler hield zich niet aan zijn woord, want op 9 april 1940 werd Denemarken alsnog aangevallen door Nazi-Duitsland. En 6 uur later gaf Denemarken zich over aan Duitsland. Als een gevolg van de snelle Deense overgave en ook vanwege het feit dat de Denen werden gezien als mede-Ariërs door Adolf Hitler, hadden de Denen een milde en lichte bezetting. Dat wil dus zeggen dat de Deense regering in principe bleef bestaan. En er vond zelfs overleg plaats tussen de Deense regering en de Duitse autoriteiten. De Denen moesten zich economisch en politiek schikken aan de Duitsers. Maar wel was er ruimte voor overleg. En de Duitsers konden zo laten zien dat Denemarken vrijwillig had gekozen om onder Duitse bezetting te leven. Dat was natuurlijk niet het geval. Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie aan. En hoe zag de Deense regering dit? Nu was het zo dat de meeste Deense politieke partijen het ermee eens waren dat de communistische Sovjet-Unie, de bolsjevistische staat, bevochten moest worden. Zelfs de sociaaldemocraten waren het hiermee eens. Er was ook een Deense communistische partij, die mocht aanvankelijk nog gewoon blijven bestaan, maar in augustus 1941 werd deze partij verboden. Denemarken wilde niet dienstplichtigen gaan sturen naar het Oostfront. Want deden zij dat wel, dan konden zij door de geallieerden gezien worden als een bondgenoot van Nazi-Duitsland. En in het ergste geval zouden de geallieerden de oorlog aan Denemarken kunnen verklaren. Wel was het zo dat de Deense overheid Deense mannen de kans wilde geven om te vechten aan het Oostfront, maar dan wel op vrijwillige basis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben 12.000 Denen zich opgegeven voor dienst in de Duitse Waffen-SS. 6.000 hiervan voldeden aan de toelatingseisen en mochten dus daadwerkelijk dienst nemen in de Waffen-SS. De meeste daarvan hebben in het Vrijkorps Denemarken gediend. Zij waren echter niet de eerste. Net nadat Denemarken in april 1940 was veroverd door de Duitsers, kreeg de beruchte SS-chef Himmler van Hitler toestemming om een regiment op te zetten. Dat heette Regiment Noordland. En dat was bedoeld voor Scandinavische vrijwilligers. Veelal Denen, maar ook Noren konden hier in dienst nemen. Dan had je daarnaast ook nog Regiment Westland. En daar zaten veelal Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers in. En beide regimenten maakten deel uit van de Viking Divisie. De Deense vrijwilligers die werden gerekruteerd door de Deense Nazi-partij. Een week nadat de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvielen, dus dat was zo eind juni 1941, werd het Vrijkorps Denemarken opgericht. En hierin zouden de meeste Deense vrijwilligers dienst doen. Wat waren redenen voor de Denen om te vechten aan het Oostfront? Velen van hen waren anticommunistisch of hadden pro-nazistische sympathieën. Naar schatting was zo'n 75% ideologisch gemotiveerd. De helft van hen was lid van de Deense Nazi-partij en anderen hadden nazi-sympathieën. Anderen werkten in Duitsland. Omdat er in Denemarken geen werk was, besloten zij werk te zoeken in Duitsland en werden dus in Duitsland geronseld om mee te doen aan de gevechten aan het Oostfront. Een unieke reden om zich bij de Duitse gelederen te voegen was het feit dat Denemarken zo snel verslagen was op 9 april 1940. Er waren vele Deense voormalige officieren uit het Deense leger die hoopten oorlogservaring op te doen aan het
Oostfront. En belangrijk is dat 25% van de Deense vrijwilligers eigenlijk geen Denen waren, maar Duitsers die in Noord-Schleswig leefden en zich opgaven omdat zij zich verbonden voelden met Duitsland en dus voor Duitsland wilden vechten. De eerste commandant was Christian Peter Kriesing en hij vertrok in juli 1941 met een aantal Deense vrijwilligers naar Duitsland voor training. En daar moesten zij een eed afleggen op Adolf Hitler. En daar hadden veel van deze vrijwilligers geen zin in. En ze waren ook verrast, want zij dachten dat zij in Deense uniformen deel mochten nemen aan de strijd. Maar dit waren gewoon Duitse Waffen-SS-uniformen. Later vertrok het Vrijkorps Denemarken naar Duits bezet Polen voor verdere training. Kriesing werd ontslagen en vervangen door Christian Frederik von Schalburg. Met von Schalburg als commandant vertrok het Deense legioen naar het front. En in mei 1942 werden zij gedropt per vliegtuig in de omsingeling die plaatsvond in Demjansk. Daar waren vele Duitse troepen omsingeld door het Rode Leger. En hier deed het Deense Vrijkorps de eerste gevechtservaringen op. De commandant von Schalburg leidde de eerste aanval in juni 1942. Hierbij stapte deze commandant op een Russische landmijn. Hij raakte zwaar gewond en enkele momenten later werd zijn leven beëindigd door een Russische artilleriegranaat. Von Schalburg was dood. Voor enkele weken vochten de Denen intense gevechten uit tegen het Rode Leger. Later werden ze teruggetrokken van het front. Tussen december 1942 en maart 1943 werden zij iets ten zuiden van Demjansk gestationeerd bij Veliki Luki en ook daar deden zij de nodige gevechtservaring op. In 1943 werd het Deense Vrijkorps opgeheven. Dat wil niet zeggen dat de Deense soldaten naar huis werden gestuurd. Nee, zij die dat wilden konden deel uitmaken van de nieuwe Noordland Divisie. Het zogeheten Regiment 24 Denemarken werd opgezet voor Deense vrijwilligers die wilden blijven vechten voor de Duitsers. Deze vrijwilligers vochten weer aan het oostfront bij Oranienbaum, later bij Narva en er hebben ook nog Denen gevochten in de laatste grote slag van het Derde Rijk, de slag om Berlijn. In de tussentijd hebben de Denen ook gevochten tegen verzetstrijders in Kroatië en in Wit-Rusland. Onderzoekers geloven dat de Denen zich ook schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden jegens de lokale bevolking. Direct bewijs daarvoor is nog niet geleverd. Naar schatting zijn er zo'n 2000 Deense Waffen-SS vrijwilligers omgekomen in de strijd of omgekomen in de krijgsgevangenenkampen van de Sovjet-Unie. Na de oorlog werden deze Deense Waffen-SS vrijwilligers voor landverraders aangezien en velen werden dus ook veroordeeld voor landverraad. De meeste van hen hing een gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd. Zo'n 3300 van hen zijn veroordeeld. Officieren kregen zwaardere straffen. De voormalige commandant Kriesing verdween voor 4 jaar achter de tralies. Terwijl een andere commandant, Knut Burger Martensen, geëxecuteerd werd in 1949 vanwege oorlogsmisdaden die onder zijn bewind zijn gepleegd. Na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog, waarbij de Sovjet-Unie, die eerst nog een bondgenoot was van de Verenigde Staten en Engeland, nu als vijand werd gezien. En veel van de voormalige Deense vrijwilligers die tegen de Sovjet-Unie hebben gevochten in Duits uniform, die geloofden dat wat zij hadden gedaan goed was, omdat zij immers tegen het communisme hebben gestreden. Wel is het zo dat naar alle waarschijnlijkheid sommige van hen zware oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Ik hoop dat je deze video interessant vindt. Als je nou meer wilt weten over niet-Duitsers die voor de Duitsers vochten, ga dan naar de playlist, die vind je hier. Als je nou meer content wil zien, ga vooral ook even naar mijn Engelse kanaal. Vergeet niet te abonneren. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.